never see it coming. Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Dank u voor uw aandacht en uw tijd. Al is het hier op aarde soms ook afgunst, haat en strijd. De wereld is zo mooi, zo prachtig, schoon en puur. Het geluk ligt voor je voeten en is helemaal niet duur. Dank u, lieve media, dat u de mensheid dient. En dat we kunnen zeggen, u bent onze beste vriend. Corruptie bij de macht wordt genadeloos getoond, omdat in ieder journalistenhart de eerlijkheid echt loont. Dank u, lieve media.
we zorgen voor de mens. En dat een mooie samenleving is toch echt uw diepste wens. Met kopen van verbroedering en liefde hand in hand. Verenigende kracht van het mooie Nederland. Dit is Niels Vers. Niels Vers. Het virus komt toch met mijn tot slot. Dood en verdelg in het ziekenhuizen. Lijkenzakken zijn niet aan te slepen. Het ORT komt met nieuwe moderne regering. Neemt autisten ORT over. Draag alle mondkapjes. War on terror. Read my lips. Yes, we can. Bomb hell the out of here. Al is het hier op aarde op veel afgestaat en stijn. De wereld is zo mooi, zo prachtig, schoon en puur. Maar het geluk ligt voor je voeten en is helemaal niet duur. Oh, dank u lieve media dat de mensheid dient. En dat we kunnen zeggen, u bent onze beste vriend. Journalisten, harten, eerlijkheid en vrolijkheid. Dank u lieve media voor de zorgen voor de mens. Een mooie samenleving is toch echt uw liefste wens. Met de koppen van verbroedering en liefde in uw kracht. Want een open samenleving is toch altijd onze plek. Oh, lieve media namens de burgerman. Laat ons zien hoe men naar de kant leven kan. Want u vermijdt polariteit en hoort het andere geluid. Oorlog in de Oekraïne legt de economie lam. Nederland levert raketten aan Zelensky. Het hele parlement heeft een minuut staande ovatie voor deze nieuwe Robin Hood. Oekraïnse soldaat redt Pippi. Ook al zien we de dingen verschillend, hebben we allebei wel gelijk. Als we verder willen, als ik gewoon van jouw kant bekijk. Als ik daar zie wat jij ziet, respect is waar het begint. Als we dat kunnen houden, wat sterker is wind. En hebben we toch eens ruzie, we staan allebei op het punt dat niemand meer gelijk krijgt. Vertel ik je dan de waarheid? En als je daar ziet wat ik zie, als vriendschap verder ging, als we dat kunnen houden, wat sterker is wind. Zelfs als het oorlog wordt, dat je belt, daarvoor is het nooit te laat. Als we weer helemaal van voren af aan onze kinderen doen, groene jassen aan. Als we allemaal verliezen,
de moed kan vinden. Dat is een held. Maar we trokken nieuwe grenzen, grenzen van woord en van steen. En niemand die meer zou verliezen, niemand wist meer waarheen. Er was niets meer om te zeggen, iedereen was alleen. Van stilte kwam een storm, die nam alles met zich mee. Zelfs nu die oorlog komt, dat je telt, is alles toch nog eens mislukt. Als we weer allemaal aan het vechten gaan, onze kinderen niet meer naar huis teruggaan. Als we allemaal verliezen, wie dan de moed kan vinden? Gewoon belt, dat is een held. We zouden bellen als die oorlog was gekomen. Nou, hij is in onze straat. En nu meer dan tijd geschreven staat. Heb ik die telefoon nog? En van liefde, het begin. Het is een klein ding dat van oorlog wint. Geen kogel kwam er aan te pas, de sirene bleef stil. Geen bukraket, geen Russisch gas, het was gewoon uit vrije wil. Geen moord, geen brand, geen noodtoestand, het gebeurde in de nacht. Maar toen ik één keer wakker werd. Geen terrorist, geen aanslag, maar geen vliegtuig in de lucht. Geen oorlog, zelfs geen dreiging. Maar niemand mocht terug. In je eentje ben je doodgegaan, met niemand op bezoek. Maar toen ik één keer wakker werd. Geen politieman en geen soldaat. Het was doodstil op straat. Net als nieuwjaarsdag in de morgen. Het was doodstil op straat. De kapper en de hoer waren verboden. De tandarts en de school en het café. Het openbaar vervoer niet meer genomen. Je kon nergens meer komen. Alleen nog je dromen. Maar toen ik één keer wakker werd. In de verte hoor je mensen zingen. Iemand die als eerste zijn masker achterlaat. Er is iemand die als eerste een arm om je heen slaat. In de verte hoor je mensen zingen. Het was doodstil op straat. 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 Deze wereld is van iedereen en we doen.
kan nemen, is het slecht met je gestel. En dames van tv, u doet er ook aan mee. Zolang u de heer zijn gang laat gaan, ben jij slechts de twee. Want we gaan niet zitten wachten op die dame of die heer. Deze wereld is van iedereen en we doen het zelf dit keer. Nee, we gaan niet zitten wachten op die dame of die. Deze wereld is van iedereen en we doen het zelf dit keer. Onder Groningen beeft, waar ons huis hier stevig stond. Ze namen het gas van onder ons mee. Nu is het koud en onze huizen zinken met de grond. Op de deur van de politiek. Knock, knock, knock on politicians' door. Kloppen op de deur van politiek. Knock, knock, knock on politicians' door. Klop op de deur van politiek. Want de grond onder Groningen is ziek. Mama, a disaster is coming. Hangt in de lucht van winst uit Gronings bloed betaald. Gescheurde muur tegen mijn rug. Wat werd beloofd moet betaald. Klop op de deur van politiek. Knock, knock, knock on politicians' door. Kloppen op de deur van de politiek. Knock, knock, knock on politicians' door. Klop op de deur van politiek. Want het is niet Groningen, maar de grond onder Nederland is ziek. In onze aard om te klagen. But please understand the situation is getting out of hand. Ah, je kan dit niet vertragen. Knock, knock, knock on politicians'
kloppen op de deur van politiek. Knock, knock, knock on politician's door. Kloppen op de deur van de politiek. Knock, knock, knock on politician's door. Klop op de deur van politiek, want de grond onder Nederland is ziek. Klop op de deur van politiek. Kloppen op de deur van de politiek. Kloppen op de deur van politiek. Want de grond onder Groningen en Nederland is ziek. De wereld draait volledig door. We gaan eraan, dat is wat ik hoor. Maar de waarheid werd nog nooit heel groot geschreven. Ons wereldbeeld, wat is het nou? Een berg illusies en geen schaal. Heb jij echt al je bronnen uitgeblozen? Wat is er zeker, wat is waar? Vertrouw alleen op mijn gitaar. Die breekt me op de plek waar ik wil wezen. Wat gaan we doen? Gaat het nog geen ronde voor? Wat zullen we nu eindelijk gaan leven? Wat er gebeurt kan ik niet duiden, maar ik hoor veel klokken luiden. En het luiden van die klokken geeft mij hoop. Ik geloof in goede mensen, goede krachten, goede wensen. Ik geloof dat liefde alles overwint. Maar de thuis, zit gekluisterd aan de buis, door alleen maar vreselijke verhalen. Maar is het wel realiteit, waarvoor jij zeven kleuren schijnt, waarvoor jij met je vrijheid wil betalen? En wat er gebeurt kan ik niet duiden, maar ik hoor veel klokken luiden. En het luiden van die klokken geeft mij hoop. Ik geloof in goede mensen. Ik geloof dat liefde alles overwint. Een nieuwe tijd, hoe je het keert. Maar hebben wij wel iets geleerd? Wat er gebeurt kan ik niet duiden. Maar ik hoor veel klokken luiden. En het luiden van die klokken geeft mij hoop. Zo, welkom allemaal vandaag in het nieuwe jaar. Ja, eerst even naar u, meneer Engel. U hoeft nog steeds niks te zeggen, dat weet u, hè. En we zijn hier eigenlijk vandaag voor de sluiting van de zitting, maar we hebben van u en van uw advocaat, meneer Ruperti, een aantal stukken gekregen en brieven. En vandaar dat ik gereageerd heb op die brieven door te zeggen, nou, misschien moet er wel gelegenheid zijn om iets te zeggen. Daar komt het eigenlijk op neer. En toen kregen we vanmiddag om 11:45, een uurtje geleden, vlak voor de lunch, kregen we een bericht van meneer Ruperti dat hij ziek is. En toen wij hier in de zittingszaal aankwamen, wisten wij nog niet dat u, mevrouw Ter Horst, hier zou zijn. Dus ik kijk eerst even naar u. U bent hier namens meneer Ruperti, of bent u de nieuwe advocaat, of vertelt u eens? Ja, ik ben hier eigenlijk... Ik ben hier puur als invaller, omdat meneer Ruperti er niet is. En ik ben verder niet, ik ken niet de zaak. Inhoudelijk. Dus ik sta Willem bij, omdat meneer Ruperti er niet is. Ja, goed. En u vervangt dus meneer Ruperti. Zo moet je opschrijven. Dat zou moeten zien. Meneer Ruperti blijft de advocaat. Ja. En ik ben nu alleen even hier om Willem bij te. Nou, welkom. Dank u wel. Wat hebben we dan gekregen, meneer Engel? We hebben die brief gekregen van meneer Ruperti met daarbij 8 bijlagen, heeft de griffier ze genummerd. En nieuwe stukken, althans, u zegt dat zijn allemaal nieuwe stukken. En... Explosief mogen we wel zeggen. Sorry? Explosief. Ja, die kwalificatie is voorlopig aan u, hè. Maar toen ik die stukken zo bekeek, dacht ik, nou, sommige stukken ken ik wel. Althans, sommige inzichten ken ik wel.
Bijvoorbeeld het eerste stuk, hè, die bespreking van die toelastenlegging, die kende ik al, omdat ik die had ik op tv gezien. Op uw site had ik die al gezien. En toen dacht ik, nou, dat is een oud verhaal. Oud verhaal, dat ken ik wel. Maar goed, ik heb geen mening over die stukken, helemaal niet. Want ik heb ook gezien, en dat vind ik wel, ja, u zegt explosief. Nou, die kwalificatie is aan u, maar die vond ik wel nieuw, die verzoeken. Zeker als je die bijlagen doorklikt, hè, die gesprekken, mailtjes, ik wou zeggen tweetjes. Appjes en e-mails, ja. Appjes met thanks, die valt me steeds op. Het laatste appje, 18 maart geloof ik. Met je Silgus, ja. Doe ik. Nou ja, dat is wel nieuw in ieder geval. Dat zou je wel kunnen zeggen. Maar u zegt, ik wil die stukken voegen, hè. Dat is wat u stelt. En u heeft het ook wel gemotiveerd, zo'n beetje in die brief en in die... Dus misschien is het goed om eerst te gaan luisteren naar de officier van justitie, wat ze daarvan vinden, van het voegen. Dus puur en alleen van het voegen van die stukken. En ik denk dat we dat moeten toetsen aan het relevantiecriterium. En ik denk dat wij erover gaan, uiteindelijk. Maar u mag uw visie daarover geven. Is dat een goed idee, mevrouw de officier? Mag ik één punt van orde? Ja. Is er een livestream of wordt het opgenomen? Oh ja, nee, het is goed dat u dat zegt. Er is geen livestream, er is wel een stream. Oké. Okay. Maar we hebben geen livestream georganiseerd, puur en alleen om het feit dat wij ervan uitgingen dat dit vandaag een hele korte zitting zou zijn. En dus daar helemaal niet op hebben geanticipeerd. En wij zijn ook nog maar net geland, terug van vakantie. Nee hoor, dus nee, hebben we niet gedaan. Maar meneer Podcast heeft wel de toestemming om de zitting op te nemen. En ik heb ook begrepen dat hij zitting ook wel integraal publiceert. En ook wel vrij snel. Dus ja, in die zin... Als ik mag. Nou, ik vraag het wel even aan meneer Biesmeijer. Ja. Het is nu live te volgen. Live te volgen. Ja. Ja. Maar de livestream zoals u naar vroeg, die hebben we niet. Maar dus wel een live streamende stream. Ja. 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 Dan toch de officier van justitie. Als reactie op die 8 bijlagen als nieuwe stukken. Dank u wel, geachte voorzitter, leden van de rechtbank, geachte aanwezigen. De reactie op de toevoeging van de 8 stukken. Wij vinden eigenlijk niet dat het relevantiecriterium van toepassing is. Kijk. Zakelijkheidscriterium. We hebben al heel veel onderzoeken ter zitting gehad. We hebben een regiezitting gehad waarbij de verdediging onderzoekswensen heeft kunnen aangeven. We hebben vervolgens een inhoudelijke behandeling hebben gehad. Daar is ook weer, zijn ook allerlei onderzoekswensen weer ter sprake gekomen en verzoeken gedaan. En ik vind nu dat echt het noodzakelijkheidscriterium van toepassing is en niet meer het relevantiecriterium. Dus stukken moeten niet gevoegd, zegt u dan, of in vervolg? Nou, getoetst worden aan noodzakelijkheidscriterium en niet het relevantiecriterium, omdat we al heel ver gevorderd zijn in het onderzoek en eigenlijk ook vandaag zouden sluiten. De toevoeging van het eerste stuk, daar heeft het OM geen bezwaar tegen. Mochten die stukken, heel veel stukken zitten er al in en zitten ook wat nieuwe stukken in, maar geen bezwaar tegen het toevoegen van die stukken. Het tweede stuk heeft ook het Openbaar Ministerie geen bezwaar tegen het toevoegen van die stukken. Het derde stuk, dat is aan de hand van het noodzakelijkheidscriterium. Het OM vindt het niet noodzakelijk voor deze zaak, voor de beantwoording van de vragen 348 en 350. Het vierde stuk, ook niet noodzakelijk voor deze zaak, voor de beantwoording van de vragen 348 en 350. Het vijfde stuk, ook niet noodzakelijk voor deze zaak, voor de beantwoording van de vragen 348 en 350. Het zesde stuk, eveneens, niet noodzakelijk voor deze zaak, voor de beantwoording van de vragen 348 en 350. Het zevende stuk, wederom, niet noodzakelijk voor deze zaak, voor de beantwoording van de vragen 348 en 350. En het achtste stuk, de brief van de heer Dikkeboom aan u, meneer de voorzitter. Het OM heeft er geen bezwaar tegen deze toe te voegen aan het dossier. Dat wat betreft het standpunt met betrekking tot... Ja, even één vraag daarover en dan nog een vraag over andere stukken waar ook meneer Engel aan gerefereerd heeft die nog niet gevoegd zouden zijn. Heeft u daar ook een standpunt over al? En welke stukken doelt u dan? Nou ja, in de brief staat ook dat wij hebben een beslissing genomen alle stukken moeten in het dossier die in het dossier moeten. Daar komt die beslissing op neer. En meneer Engel stond een aantal stukken op die er nog niet in zouden zitten. Nou heeft de rivier dat nagegaan.
Sommige zitten er daarvan wel in, sommige nog niet. Ja, dat zijn de stukken waar ik net op heb gereageerd, toch? Of nee, dan weer op andere stukken? Ik denk dat het over de ontbrekende BOB-stukken gaat. Ja. En de ontbrekende volgnummers van de twee relevante dossiers van de aangiftes Haasbeek en Dikkeboom. Ja, daar gaat het over. Over die stukken. Geen bezwaar tegen. Als het inderdaad, ik vroeg me altijd af welke stukken meneer Engel altijd bedoelde die er niet in zitten van de POL-nummers. Ja. Waartoe u heeft besloten op de regiezitting van alle stukken toevoegen. Ja. En wij waren van mening dat alles was toegevoegd. Dus absoluut geen bezwaar tegen toevoeging van die stukken. En dan zijn er nog een stuk. Nou nee, meneer Engel somt een aantal stukken op die er nog niet in zouden zitten. Die u in het kader van het voegen van de BOB-stukken in het dossier zou hebben moeten stoppen. Correct. Als er dan uiteindelijk toch iets ontbreekt, dan mogen die stukken toegevoegd worden. Ja, maar meneer Engel, ik beschik daar niet over. Nee. Ja, dus wat mijn standpunt is dat alles wat erin behoort te zitten, zit erin. Al die PL-nummers zitten erin. Ja. De wet, de BOB-stukken, daar heb ik inderdaad de verdediging eerder over gehoord. Dat niet alles erin zit, dat het observatie, dat meneer is geobserveerd. Hij is niet geobserveerd, dus die stukken hebben we niet. U zegt dossiers compleet, voor zover de OM stukken kan voegen, hebben ze dat gedaan. Klopt. Heeft ze dat gedaan. En wij hebben nagegaan, al die stukken die u noemt, niet alles zit erin. Maar veel die u wel noemt, als het ontbrekend, zitten er toch in. Nee. Nou ja. Zitten er een heel aantal niet in. En vanuit het BOB-dossier... Het is geen vraag, het is een opmerking van mijn kant. Ja. Veel van de stukken zijn nagegaan door de rivier en die zitten er wel in, maar de ontbreken er nog steeds. Dus u heeft daar een punt. Correct. Ja? Ja. En dan de tweede vraag die ik, de eerste vraag die ik beloofd had. Ik dacht, ja, als er nou iets nieuw is, hè, waar meneer Engel ook nog niet van wist op de vorige zitting, dan zou het die woonbezoeker zijn. Want daar heeft hij uitsluitsel op gekregen na de zitting. Maar daar zegt u van, dat is niet noodzakelijk voor enige beantwoorde vraag. Nee, precies die wet open overheidsstukken, die heb ik allemaal gezien, maar die zijn niet relevant en niet noodzakelijk voor deze zaak. Dat is het standpunt. Ja, u krijgt de gelegenheid om daarop te reageren. Maar ik dacht, nou ja, dat is nieuw en er ligt een ontvankelijkheidsverweer, hè, dat ligt er. Zijn die dan niet relevant in dat kader? Ik heb er geen oordeel over, maar u zegt nee hoor. Ik zie de relevantie niet voor de opruimingen die op de telastverlegging staan. En dan het verzoek van de verdediging van de wet open overheid om die stukken toe te voegen, daar zie ik het net niet van. Nee, de verzoeken niet, maar er liggen de bijlagen die daaronder liggen. Ja. De reactie op de verzoeken van de... dan had ik u 20 minuten beloofd als reactie, u en uw advocaat. En u mag daar ook nog op reageren, want 20 minuten heeft u gekregen, die nu over de... Ja. Ja. En dan hooguit 10 minuten repliek, want... Ja, ik heb dat ook al gemotiveerd in dat briefje, maar voor de andere aanwezigen. Ik zie alles wat u stelt als aanvullend voorlopig, hè, omdat u die verzoeken, de verweren eigenlijk al heeft gevoerd, alleen nadere onderbouwing daaronder legt. Dus aanvullende verzoeken, dat is het eerste argument om het een beetje klein te houden. En het tweede argument is dat wij eigenlijk alweer, maar anderen waarschijnlijk ook, u waarschijnlijk ook al, toch wel weer verder zijn met andere dingen. Wij moeten ook verder. Dus we hebben ook beperkte tijd, gewoon vandaag. Twee argumenten. Ja, u moet niet zo doorgaan, dat die ander. Nee. Ik denk dat het als compliment is bedoeld, dat ze u een hele fijne rechter vinden. Oh, nou ja, dan moet u vooral doorgaan. Voortvaren. Nee, maar u moet gewoon stil zijn, dat is het beste. Wouterhorst. Ja, maar mijn verzoek is even van, zou ik nog heel even mogen reageren op die het punt van de stukken, van de BOB-stukken? Nou, dat gaat wat mij betreft in één keer. In één keer? Ik wil toch die stukken in het dossier, en dan mag ik gelijk zeggen, want ik wil dit als verweer daaraan vasthangen. Okay. Dan pakken we het in één keer samen. En wie van u gaat als eerste? Ik ben zo gewend dat meneer Engel ook ik heb weer een pakketje gemaakt. Ja. Ik hoop dat het genoeg is. Ja, dat kan ik alleen maar beamen. Dat is één bijlage en één noot. Ik heb een klein noot en ja, en heb ik ook nog kennisgeving.
De vorige keer heb ik die publicatie van Ioannidis erbij gedaan. Dit is de nieuwste versie. Wat gaat over de IFR? En daar komen we helemaal aan het eind van de pleitnota, denk ik, nog even op terug. Oké. Okay. Vandaag hebben we de vierde zittingsdag in een gefabriceerde strafzaak over 7 geknipte en geplakte tweetjes. Eerder zat ik bij de rechtercommissaris en 2 keer in de raadkamer en bij het hof over mijn gevangenhouding. Al deze keren had de rechter kunnen ingrijpen en een einde kunnen maken aan deze evident onrechtmatige zaak. Vorige zittingsdag in november was op basis van het bewijsmateriaal al duidelijk dat het hier om een politieke vervolging gaat. Intussen stapelen nieuwe bewijsmiddelen over de politieke bemoeienis en de onrechtmatige knoei en gekonkel van het Openbaar Ministerie met mijn strafzaak zich op. Vandaag verzoek ik opnieuw de zaak tegen mij niet ontvankelijk te verklaren, omdat het dossier nog steeds niet compleet is, er nieuwe bewijzen voor politieke inmenging zijn, de bewijsmiddelen gefabriceerd en vervalst zijn, er onrechtmatige bijzondere opsporingsbevoegdheden gebruikt zijn en ik hier als mensenrechtenactivist vervolgd word met het doel mij het zwijgen op te leggen. Ik zal deze punten kort toelichten. De stukken niet geleverd. Iedere zitting die we tot nu toe hebben gehad, heb ik verzocht om de ontbrekende dossierstukken. Tot op de dag van vandaag zijn er cruciale stukken ontbrekend. In het primaire dossier, de aangifte van Dikkenboom, ontbreken meer dan 10 volgnummers waarbij sinds de 20 juni 2022 om vragen. U gaf de officier van justitie herhaaldelijk de opdracht deze aan te leveren. Dat is niet gebeurd. Het tweede dossier van aangever Haasbeek is evenmin compleet. Ook lijken er volgnummers te dubleren. Hetgeen doet vermoeden dat hierin is gerommeld. Het Bob-dossier is incompleet. Het op 10 januari gestarte oriënterend of verkennend onderzoek, wat ook onder de Bob valt, en de stelselmatige observatie van 30 maart tot 5 april 2022 ontbreken. En wellicht ontbreken nog andere, maar hiervan weet ik zeker dat ze bestaan. Dat ik mij als verdachte, mij ondanks uw herhaaldelijke opdracht aan de officier van justitie deze stukken aan te leveren, moet verdedigen op basis van een incompleet dossier, vormt een ernstige schending van de goede procesorde die tot niet-ontvankelijkheid dient te leiden. De vorige zitting heb ik uitgebreid de politieke inmenging in mijn zaak besproken. De op 23 december 2022 toegevoegde stukken bevatten onweerlegbaar bewijs van politieke inmenging. Zo zijn er e-mails van het OM, de NCTV en de minister van Justitie en Veiligheid die laten zien dat het gaat om een mediagevoelige zaak. Die kunt u terugvinden in de bijlagen. En dan wil ik vooral wijzen op de e-mails waar het OM en het ministerie van Justitie samen in zitten en de NCTV. En ook de e-mails van voor de arrestatie, en dus op 15 maart, dat de minister hierover zou moeten worden ingelicht. E-mails tussen OM en NCTV en de minister van Justitie laten zien dat het een mediagevoelige zaak is. Het wordt nog gekker. Er zitten e-mails bij van voor mijn arrestatie. In dit gedeelte van het Bob-dossier dat ik wel ontving is te lezen dat ik op de openbare weg buiten het zicht van de media aangehouden diende te worden. Waarom? Omdat men wist dat de arrestatie van een politiek activist tot een heftige reactie zou leiden in de publieke opinie. De mediaberichtgeving diende bewaakt en gestuurd te worden. De ontbrekende BOB-stukken kunnen duidelijkheid geven wie dit aanstuurde en waarom. De aanvangsdatum, 10 januari 2022, doet vermoeden dat mijn publicaties over de financiële belangenverstrengeling van Sigrid Kaag het startschot vormden. Het feit dat minister van Justitie Jessilgus persoonlijk op de hoogte moest worden gehouden, vormt een duidelijke aanwijzing dat zij deze politieke vervolging persoonlijk accordeerde. Een tweede trigger was kennelijk de mondelinge behandeling op 9 maart 2022. En ik heb net een paar minuten geleden een reactie van de gemeente Den Haag gehad, die dit nogmaals bevestigt, van de beroepsprocedure tegen het demonstratieverbod van 21 en 28 juni 2020. Daar verzochten wij om het horen als getuige van Remkes, Zwinkels en Van Musser, opgeroepen om hun rol bij deze demonstraties en verboden. In het Bob-dossier is te lezen dat de arrestatie tussen 11 en 17 maart moest gebeuren. Uiteindelijk gebeurde dat op 16 maart 2022 voor het stembureau, waarmee de zaak een nog politieker karakter kreeg.
De data, 12 en 13 maart, waren kennelijk niet geschikt voor een aanhouding. Van deze dagen zijn wel observatierapporten, waar ik het contact met de politie was geweest, maar er was kennelijk te veel publiek en media bij deze bijeenkomst. Op 18 maart 2022 werd bij de voorgeleiding bij de RC voor de inbewaringstelling ook gelijk 90 dagen gevangenschap gevraagd. Op het moment dat ik gevangen zat, gebeurde er een aantal opvallende dingen. Duidelijk gecoördineerd werden op 23 maart 2022 door 4 verschillende overheidsorganisaties de gevoelige zaken werden opgeruimd. De uitspraak in het beroep tegen de demonstratieverboden van 21 en 28 juni 2020, die op 20 april was gepland en ineens werd vervroegd tot 23 maart. Mijn VOG werd afgewezen op basis van een conceptdagvaarding in deze strafzaak. Dit concept heb ik opgevraagd. Minister Weerwind verzocht de rechtbank dit stuk geheim te houden, hetgeen opnieuw politieke inmenging was. Een artikel 12 procedure aangaande deze demonstraties werd door het gerechtshof afgewezen. Ook op 23 maart. En het OM stuurde een schikkingsvoorstel aan mijn aanvaller. Ook op 23 maart. Het is duidelijk dat gewacht werd met deze uitspraken totdat ik vast zat. Het was duidelijk voorgekookt, om in kooktermen te blijven, dat er een veroordeling moest komen in mijn strafzaak in de Den Haagzaak. De politieke inmenging van de NCTV en ministers Jessilkus en Weerwind en de nadruk dat het hier gaat om een mediagevoelige zaak, handelt... maken duidelijk dat met deze strafrechtelijke vervolging andere doelen werden nagestreefd. Om dit doel te bereiken ondersteunde het OM Dikkeboom hoe hij zijn aangifte moest inkleden. Dit blijkt uit een gesprek van 6 januari 2023 dat ik als bewijs heb toegevoegd. Er is uitgebreid contact geweest met Dikkeboom. Eventjes voor de beeldvorming. Afgelopen vrijdag heb ik een heel openhartig gesprek met Dikkeboom gehad. En heeft hij naar mijn gevoel, naar eer en geweten verteld hoe het contact is verlopen. En wat hij daarin bevestigde is dat er intensief contact was voor en na de aangifte. Dat er advies is gegeven over hoe die massa-aangifte moest aanvangen. En dat er daarna is hij ook betrokken door de rechercheurs bij het strafrechtelijk onderzoek. En hij heeft toegegeven dat... het OM hem persoonlijk op de hoogte heeft gesteld vlak voor of na de aanhouding. Tegelijkertijd werd de massa-aangifte met een enorme mediacampagne omgeven. Daarmee maakte het OM zich schuldig aan een trial by media. Uit ons WO-verzoek wordt duidelijk dat er e-mails, appjes en telefoongesprekken zijn geweest, ook na de massa-aangifte. Dikkeboom wist te vertellen dat hij op verzoek van de recherche contact had gehad met het onderzoeksteam. Daarna heeft het OM voor of vlak na mijn arrestatie dus Dikkeboom op de hoogte gesteld, terwijl dat volgens het OM niet op het slachtoffersdelict handelt. Uit het gesprek blijkt verder dat Dikkeboom ook aangaf de in aangifte opgenomen uitingen geknipt en geplakt heeft. Het feit dat Dikkeboom tot op heden zijn beschuldigingen jegens mij op niet mis te verstaan wijze in diverse media uit, delen van zijn aangifte had hij al letterlijk in de media vermeld. Dit deed hij dus bewust voordat het OM de gelegenheid kreeg om zelfs maar een onderzoek in te stellen. Laat staan mij dan maar eerst als verdachte te horen. Waarbij een van de uitgangspunten behoort te zijn dat de rechten van een verdachte bij aanvang van het verhoor dienen te worden geëffectueerd. Dikkeboom heeft hier willens en wetens zijn eigen belangen laten prevaleren boven het evidente strafvorderlijke belang om een gedegen onderzoek te kunnen uitvoeren gericht op de waarheidsvinding. Door zeer gericht en getimed de media op te zoeken, heeft Dikkeboom het strafrechtelijk onderzoek op negatieve wijze beïnvloed. Hij heeft bewust mij en mijn stichting publiekelijk beschadigd. Dat het OM meegaat in de handelswijze en de motieven van deze aangever is een ernstige schending van mijn belangen en daarmee een grove schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde. Dit punt is klip en klaar. Echter op zijn minst dien ik de gelegenheid te krijgen om Dikkeboom te horen over zijn communicatie met het OM. Verder staat vast dat het OM de rechtbank voor heeft gelogen en misleid heeft. We hebben meermaals vragen gesteld of er communicatie is geweest met de NCTV. Ook de rechtbank vroeg dit. Het Openbaar Ministerie ontkende dit en nu staat vast dat het OM hier niet de waarheid sprak. Dit alles is een ernstige schending van een behoorlijk proces en het opportuniteitsbeginsel. Daarbij wil ik alsnog de voorzitter van het NCTV, Albersberg, en minister Jessilkus als getuige horen. Afgelopen keer heeft u dit verzoek afgewezen omdat door de ontkenning van de officier de bemoeienis van deze personen volgens u niet vaststond. Dan kom ik nu bij de dagvaarding.
Bij 6 van de 7 te lastig gelegde tweets is er geknipt, geplakt en dan wel anderszins gerommeld. Het bewijs is gefabriceerd door een deel van de uiting weg te knippen, de uitingen te presenteren alsof ze op een andere datum zijn gedaan, door context te verwijderen en in één geval is er zelfs de tekst van de uiting veranderd. Ik loop ze kort na. Ja, mag ik heel even onderbreken? Mag het helemaal afmaken van mij hoor, heel het stuk. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Mm-hmm. Maar realiseert u zich wel dat u dan dingen gaat zeggen die u A al heeft gezegd en B, maar daar moet ik voorzichtig mee zijn wat ik daar nou zeg, ja, een beetje oude koeien zijn. Hè? Realiseert u zich dat? Ik laat het u allemaal zeggen, ja. Maar die telastenlegging, en begrijp mij niet verkeerd, wij hebben natuurlijk ook die dagvaarding gezien. Ja. En wij hebben natuurlijk ook al eerder gewoon te kennen gegeven dat daar niet de volledige teksten op staan van allerlei uitingen die u heeft gedaan. Dus dat bedoel ik met oude koeien. Dat punt heeft u gemaakt en is misschien ook wel aangekomen bij de rechtbank, zeg ik voorzichtig. Dan zal... Maar ik neem u het woord niet, want dat heeft helemaal geen zin. We gaan gewoon door. Nou, ik wil er in ieder geval een paar noemen die nog niet... Ja, kijk u maar. Ja, die nog niet over het voetlicht zijn geweest. Bij de uiting van het zorgtehuis werd de beeldopname van 13 september 2020 niet meegenomen, maar wel het filmpje 10 december. Daar werd halverwege een knip gedaan, waardoor de context veranderde. In het ontbrekende gedeelte herhaalde ik de tekst van 13 september, waarin ik oproep niet te schelden, niet te dreigen, et cetera, et cetera. Dit is toen op de zitting van 21 november vertoond. Volgens mij heeft de griffier daar heel veel moeite in gestopt om dat allemaal achter elkaar te zetten. Maar dat filmpje dus, waarvan ik zei van, hé, maar dat is niet mijn filmpje. Ik heb het nagezocht, het staat wel in het oorspronkelijke dossier, in de geknipte vorm. Dus ook daarin is geknipt met als doel de context te wijzigen. Nou, bij de tweet van de koffie bij Bruls werd een verband gelegd met brandstichting en daar hecht ik zwaar aan. Daar heb ik dus ook aangifte van gedaan tegen het OM afgelopen donderdag, want dit valt onder laster en smaad. Ik ben hiervoor vastgezet. Dit was het belangrijkste punt van de rechtercommissaris om die in bewaringstelling te handhaven of te vestigen of te vorderen. En er blijkt niks van waar te zijn. Er is niks onderbouwd. Er is ook niet, het komt niet meer terug in het betoog van het requisitoor van het OM. Dus hebben we het hier over smaad en laster. Dan, hele interessante. De eerste tweet van 21 juni. Volgens mij kom allemaal naar Den Haag. De tweet die automatisch is geplaatst. Wat blijkt nu het geval? Hij blijkt op 22 juni pas geplaatst te zijn. En waarom is de indruk gewekt via het Internet Archive dat het op 21 juni is geplaatst? En dat heeft te maken met het Internet Archive de Eastern Standard Time aanhoudt van de Verenigde Staten, waardoor het dus net lijkt alsof het een stuk eerder is geplaatst. Maar nu wordt dus een tweet te lasten gelegd waarvan het OM had kunnen weten dat hij na de demonstratie is geweest. De Facebook-post van 21 juni, die halverwege is geknipt, hebben we het al over gehad. De publicatie van Hart van Nederland, ook weer een geknipt, niet origineel filmpje, 26 juni, heeft het OM al toegegeven dat ze daar fout zaten, maar het is niet teruggetrokken. De tweet van de booster-infectie met alle knip- en plakwerk, woorden, leestekens veranderen, etc. Het is nogal wat. Er is eigenlijk maar één tweet die niet is veranderd. En dat is de enige tweet die ook voorkomt in het dossier van aangever Haasbeek. Dan komen we nog bij het feit dat de officier nog steeds geen duidelijkheid heeft gegeven welke strafbare feiten met deze gefabriceerde uitingen zouden zijn toe opgeruid. Aan het einde van de laatste zitting kwam het OM uit de losse pols met een halve onderbouwing, waarbij verrassend genoeg ook het oproepen tot deelname aan een verboden demonstratie, volgens artikel 11 van de WOM, genoemd werd. Maar ik heb alles nagekeken. Op 20 juni 2020 liet het OM weten dat dit niet bij de telastenlegging hoorde. En dan kom je dus bij het probleem als er niet specifiek wordt gewerkt. En natuurlijk is het een ernstige belemmering van onze verdediging als er eerst wordt gezegd, deze feiten worden niet telastengelegd op 20 juni. En dan op 21 juni worden ze wel telastengelegd. De andere door het OM genoemde strafbare feiten als dwang, belediging, bedreiging en bedreiging met ernstig letsel
zijn niet onderbouwd of gespecificeerd. Dit zijn geen concrete artikelen uit het wetboek van strafrecht. Van elk genoemd feit kent de wet minimaal 6 strafbaarstellingen in de verschillende varianten. En daarmee is van huis uit al niet voldaan aan het eerste criterium van opruiming. Namelijk het oproepen tot enig strafbaar feit. Als er geen toetsing mogelijk is, dan kan het dus ook niet strafbaar zijn. Het fabriceren van bewijsmiddelen, het ontbreken van concretisering tot welke strafbare feit opgeroepen is en het achterhouden van bewijsmiddelen vormen een dusdanige schending van de goede procesorde dat dit in een normale strafzaak direct tot niet-ontvankelijkheid zou leiden. Dan de inzet van de opsporingsbevoegdheden. Dan kom ik bij de onrechtmatige inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen voor een doel waarvoor geen rechtelijke toestemming is gegeven. In de aanvraag van de officier is geen onderbouwing te vinden over het doel waarvoor het is ingezet. Dan hebben we het nog niet over de arrestatie van na mijn eerdere vrijlating, terwijl er geen sprake was van het schenden van een voorwaarde. Verder ontbrak toestemming voor deze nieuwe stelselmatige observatie en schonden de betreffende politiemensen de richtlijnen voor geweldgebruik, zoals het gebruik van handboeien, en hadden zij een wettelijke plicht zich te identificeren. Het OM geeft toe dat deze overtreding op haar advies gebeurde. Dan komen we bij het derde criterium voor de niet-ontvankelijkheid, de vrijheid van meningsuiting. Deze zaak gaat om een ernstige schending van het recht van de vrijheid van meningsuiting. Het in artikel 167 tweede lid van het wetboek van strafvordering neergelegde opportuniteitsbeginsel houdt in dat het Openbaar Ministerie op grond van zijn eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van een verdachte de in het geding zijnde belangen kan afwegen. Deze belangenafweging staat in geval van vervolging in een algemeen niet ter beoordeling van de rechter. Slechts indien het Openbaar Ministerie in redelijkheid niet tot vervolging had kunnen besluiten of wanneer anderszins sprake is van schending van enig beginsel van behoorlijk procesorde, kan het recht tot strafvervolging vervallen worden verklaard. Mijn advocaat heeft reeds op de eerste zitting van deze zaak hierop een preliminair verweer gevoerd. Bij pleidooi op de laatste zitting heeft hij dit herhaald. Hij heeft betoogd en onderbouwd dat het OM na afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot de vervolgingsbeslissing heeft kunnen komen. Het OM heeft gehandeld in strijd met het vereiste van de redelijke en billijke belangenafweging. Bij een juiste, zorgvuldige belangenafweging had het OM al dan niet tot dagvaarding mogen overgaan. Uiteraard heeft het OM een grote mate van beleidsvrijheid en beslissingsbevoegdheid, maar aan het grondprincipe beleidsvrijheid voor de aanklager en controle daarop door de rechter doet dit niet af. Zie onder andere en die verwijzing naar de jurisprudentie. Ja, u bent nu echt een hele grote open deur aan het intrappen hoor, voor de rechtbank. Ja. Dat mag. Dan is denk ik punt 37 genoeg benoemd. Gaan we naar 38. Het is nu evident dat in deze zaak redenen zijn die zeker in onderlinge samenhang bezien de conclusie rechtvaardigen dat het niet een strafrechtelijke vervolging of dagvaarding had mogen worden overgaan. Zelfs gedurende de zitting en zelfs na de zitting zijn feiten en omstandigheden gebleken zoals ik hiervoor heb opgesomd en feilloos heb aangetoond. Dat er sprake is van evidente schendingen van beginselen, van een behoorlijke procesorde, de politieke inmenging, de betrokkenheid en bemoeienis van de NCTV, geen openheid willen geven over de totstandkoming van de aangifte door het contact met Dikkeboom, achterhouden vervalsen en manipuleren van het bewijs, willekeur, etc. etc. Er is geen sprake van een eerlijk proces. Er is gehandeld in strijd met artikel 6 en 10 van het EVRM. Deze politieke vervolging moet nu stoppen en het is aan u als rechter de taak om dit te doen. Europese jurisprudentie hebben we het de vorige keer ook al over gehad. Ik denk dat dat ook duidelijk is. Punt 40 is misschien goed om nog een keer te benoemen. Ik ben voorzitter van een mensenrechtenorganisatie. Ik ben opiniemaker en ik ben ook politiek actief en verricht daarnaast ook journalistieke activiteiten. In deze hoedanigheid neem ik deel actief aan het openbare debat. Een land waarin machthebbers, politieke tegenstanders en mensenrechtenactivisten met gefabriceerde bewijzen en haatcampagnes strafrechtelijk laten vervolgen en opsluiten, is geen democratische rechtsstaat. Een overheid die afwijkende meningen actief onderdrukt door censuur en intimidatie is evenmin een vrij land. Een land waarin het Openbaar Ministerie mensenrechtenactivisten strafrechtelijk vervolgt. Ik heb 3 weken in de cel gezeten, bijna 3 weken. Wordt strafrechtelijk vervolgd voor 7 geknipte en geplakte uitingen die op geen enkele wijze te beschouwen zijn als strafbare feiten. Dit is evident een politieke vervolging. Opvallend genoeg
is ook dat medestanders van het regime niet bevreesd hoeven te zijn voor strafrechtelijke vervolging. Als bijlage vindt u nogmaals de CEPO-beslissing in zaken de oproep van een universitair docent van de TU Twente om ongevaccineerde studenten uit te sluiten door de toegang tot het klaslokaal te ontzeggen. In de CEPO-beslissing is te lezen dat deze evidente oproepen tot haat vallen onder het publieke debat en de vrijheid van meningsuiting. In de aan mij ten laste gelegde feiten is nergens een uiting te vinden die zelfs maar in de buurt hiervan komt. Voor mij gelden kennelijk andere maatstaven dan voor mensen die opruien tegen ongevaccineerden. Dan, kort de rol van de rechtbank. Elk van de hierboven genoemde feiten zou individueel genoeg zijn om het OM niet ontvankelijk te verklaren. De vraag is waarom de rechtbank na 3 zittingsdagen het Openbaar Ministerie nog steeds niet terecht heeft gewezen. Dit terwijl de enige juiste vraag aan het Openbaar Ministerie is hoe ze het in haar hoofd haalt deze zaak voor de rechter te brengen. Integendeel, de voorzitter spaarde het Openbaar Ministerie keer op keer, ook nadat duidelijk was dat de ontbrekende dossierstukken nog steeds niet aangeleverd waren en dat de lastenlegging bestaat uit gefabriceerde bewijsmiddelen waarin is geknipt, geplakt en tekstwijzigingen zijn aangebracht. Bij mij bestaat de indruk dat de rechtbank afkoerst op een vooraf al vaststaande veroordeling. Vorige zitting liet u al weten niets te zien in een niet-ontvankelijkheid. Het is echter uw taak als rechtspraak om fundamentele vrijheden te beschermen tegen een overreaching government. Ik krijg hier jammer genoeg de indruk dat u het regime ondersteunt. Het geeft mij bijvoorbeeld weinig vertrouwen dat u de ondermijningsagenda en het samenwerkingsverband van het RIEK ondersteunt. En vanzelfsprekend waardeer ik het dat u mij alle ruimte heeft gegeven om te spreken. Maar dat maakt dit niet automatisch tot een eerlijk proces. Als u verder niets doet met de argumenten die ik naar voren breng, dan heeft het hele proces geen zin. Ook voorzitter Jansen neemt deel aan het publieke debat via Twitter en podcasts. Een aantal van deze uitingen voeg ik hier toe. Het staat iedereen vrij om een injectie te nemen of grapjes te maken of iemand de zitting van 21 november wil overnemen, valt allemaal onder de vrijheid van meningsuiting. Ook het volgen van Twitter-accounts als StopViruswaarheid of Jan Vlug is allemaal mogelijk. In een aantal uitingen zie ik echt de grote steun voor het door viruswaarheid en mijzelf bestreden coronabeleid. Daarmee staat u politiek recht tegenover de door mij uitgedragen opvattingen. Het vonnis van 30 maart 2020 over de coronahoester gaat nog verder dan dit. Nu wees u dit vonnis aan het begin van deze crisis. Jullie samen. Omdat de uitingen in combinatie met het vonnis een duidelijke politieke voorkeur laten zien, wil ik graag weten of u of uw mederechters daar inmiddels anders in staan, zeker naar aanleiding van het artikel dat ik heb overgedragen, of dat u opnieuw op deze manier zou vonnissen. Mocht u niet tot andere inzichten zijn gekomen, dan is duidelijk dat u niet geschikt bent om deze zaak te behandelen en geef ik u een overweging om op basis hiervan uzelf te verschonen. Tot slot verzoek ik u alsnog het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren, dan wel onze onderzoekswensen alsnog toe te staan. En ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer. Is er nog iets aan toe te voegen, mevrouw Terhorst? Ja, een paar kleine dingen. En voor de boogstukken die zijn meestal zijn wel relevant. Want het gaat hier om de rol van de NCTV, ministerie van Justitie, op de inzet van opsporingsbevoegdheden. Ja, dan is het nog wel van belang, denk ik, dat de dagvaarding nietig zou moeten worden verklaard. Omdat dus niet is onderbouwd wat nou de aard is van wat te lasten is gelegd. Hè, omdat dus die Twitterberichten zijn allemaal geknipt en geplakt, niet is uitgelegd van tot welke strafbare feiten zou zijn opgeruimd die dan door derden gepleegd waartoe zou zijn opgezet. Aangezet, nou ja, over de niet-ontvankelijkheid hebben we het al heel lang gehad. Hè. Maar het dossier is niet compleet. Vaagheid van de dagvaarding, knoeien van bewijsmateriaal. NCTV, ministerie van Justitie zijn betrokken bij deze zaak. En dan krijg je eigenlijk een beetje het variant van Geert Wilders, hè, dat de minister van Justitie dus een soort van opdracht geeft om een soort politieke tegenstander uit te schakelen. Eigenlijk het doel, het is ook een soort misbruik van bevoegdheden van het OM. Het doel is het beperken van de vrijheid van meningsuiting zoals het beschermd is door het EVRM.
De rechtbank zou zich onbevoegd moeten verklaren vanwege onder meer de Twitterberichten van wie neemt mijn zitting over. Want dat getuigt niet van veel respect, mijns inziens. Ik niet voldaan aan hoor en wederhoor, artikel 6 EVRM, omdat getuigen niet zijn gehoord. Er zou sowieso vrijspraak moeten komen omdat er geen bewijs is. De bewijsmiddelen kloppen niet. Het is geen enkel aanknopingspunt dat er tot wat dan ook zou zijn opgeruid. Dus ja, dat was het. Dank u wel. Dames, officier en justitie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is eigenlijk weer een herhaling van zetten en zoals u het zelf al aangaf, een beetje oude koeien. We zitten inmiddels op de vierde zittingsdag en ik heb niet veel nieuwe dingen gehoord. Er is geen sprake van politieke vervolging. Het OM houdt geen stukken achter en bewijs wordt niet gemanipuleerd. Er zijn geen beginselen van een goede procesorde geschonden. Er is uitgebreid onderzoek geweest, eerst door OM en politie. Daarna op zitting, op onderzoekswensen is besloten en getuigen zijn gehoord. Met betrekking tot het Bob-dossier wat zou ontbreken, het enige wat het Bob-dossier bevat, en dit hebben we ook aan meneer Ruppetti gemaild, is een 126M, het afluisteren, en een 126G is inderdaad stelselmatige observatie. En dat zag op observatie op zijn online gedrag, niet wat meneer Buiten deed, wat verdachte Buiten deed. Dat politici wel eens iets over hem zeggen, doet er ook niks aan af dat er sprake zou zijn van een politieke vervolging. Dat komt omdat meneer Engel zelf ook deelneemt aan het maatschappelijke debat. Ook is er geen zaaksinhoudelijk contact geweest over deze zaak met andere instanties, zoals met de NCTP. Dat er kennelijk Kamervragen zijn gesteld over deze zaak, en er op de website van NCTV is te lezen dat de aanhouding van Engel valt onder aanhoudingen binnen radicale onderstroom anti-overheidsbeweging, levert op geen enkele wijze concrete onderbouwing op voor de stelling van verdachten dat er wel zaaksinhoudelijke contacten zijn geweest. Dan met betrekking tot meneer Dikkeboom. Het klopt, er is een massa-aangifte ingediend bij het Openbaar Ministerie. En met hem is er contact geweest over de logistiek daaromtrent. Hoe moest hij die indienen en waar moest hij die indienen? Moest hij dat in Den Haag indienen of moest hij dat in Rotterdam indienen? Er is op geen enkele wijze nogmaals over de inhoud van die aangifte gesproken. Kortom wel, de stukken die alsnog toegevoegd kunnen worden, en als u beslist over die WO-onderzoeken, is dat wat betreft het Openbaar Ministerie prima. Maar die toegevoegde stukken leveren geen nieuwe inzichten op en we handhaven ons eerder ingenomen standpunt dat het OM dus ontvankelijk is in haar vervolging. En getuigen hoeven wat in. En dat alle getuigen inderdaad, de nieuwe, of het zijn eigenlijk weer dezelfde getuigen, dat die afgewezen dienen te worden. Dank u wel, officier. Heeft u de gelegenheid om te reageren? Nee, ik laat eerst. Of, ik doe het wel. Wil je eerst. Ja. Ja, er wordt gezegd dat er geen inhoudelijk contact is geweest met de heer Dikkeboom, maar de heer Dikkeboom bevestigt dat dat wel zo is. Dus ik denk dat jullie het verhaal beter met elkaar moeten afstemmen. De heer Dikkeboom heeft gezegd dat daar wel vragen vanuit het rechercheteam over die aangifte zijn geweest en dat daar een gesprek over is geweest. Dus er is een uitwisseling van informatie geweest. En het is een beetje vreemd dat dat wordt ontkend. Ook is hij persoonlijk op de hoogte gesteld. En daar is hij zelf open en eerlijk over, denk ik eerlijk gezegd. En dat is ook geen normale gang van zaken. En over die massa-aangifte. Ja, door te faciliteren met zo'n massa-aangifte. Zeker als je kijkt naar uiteindelijk de eis. Het zogenaamde kader stellen aan de vrijheid van meningsuiting. Dan had het antwoord moeten zijn aan de aangever. Leuk die massa-aangifte, u kunt zelf aangifte doen en daar is het loket. Door dit zo te faciliteren heeft het OM wel degelijk meegedaan aan een mediahetsen en een haatcampagne tegen mij. Misschien passief, maar het was zeker niet ongewenst, want dan hadden jullie kunnen optreden. Dan het Bob-dossier.
Het valt me op dat er regelmatig ook N126N wordt vergeten. Het zijn niet alleen G en M, dus het afluisteren en het stelselmatig observeren, maar N ook. En dat gaat over de zendmastlocatie. Dus het gaat niet alleen maar over de observatie online, maar het gaat ook over de observatie in de fysieke wereld. Dan het oriënterend of het verkennend onderzoek valt ook onder het BOP-dossier. En daar wordt een verwijzing naar gemaakt, die heb ik toegevoegd in de bijlagen. Die startte 10 januari. Waarom is die niet toegevoegd? Want als dat valt dan onder 126GG. Ik denk dat het heel interessant is, zeker nu vaststaat, want er wordt net gedaan alsof het alleen maar over die kamervragen ging in die WOP-stukken. Nee, daar zitten e-mails bij en berichten voor de arrestatie, 15 maart. Dus er is zeker wel coördinatie geweest. Het is niet alleen maar naar aanleiding van wat er in de media gebeurde. Nee, het heette daar al mediagevoelige zaken. En dan komen we weer bij dat koken en kok, de analogie van... Maar had ik het nooit gezegd had. Als je weet dat het een mediagevoelige zaak is en er is geen reden voor aanhouding, want het te lastig gelegde is alleen maar om de kaders te stellen aan de vrijheid van meningsuiting, dan had het volstaan om mij gewoon op te roepen als getuige, mijn advocaat in te lichten. Dan zijn al die bevoegdheden die juist zijn ingezet voor die mediavervolging en daarna ook het proberen in de media het verhaal te controleren, het narratief, zijn evident een politieke zaak. Ik bedoel, daar kan ik niet onderuit. En dat er wordt ontkend dat het bewijs is gemanipuleerd. Ja, ik val bijna van mijn stoel. Als er woorden worden weggehaald, als er leestekens worden veranderd, dan is dat toch manipulatie? Of heb ik nou een totaal andere visie op manipuleren? Techniek, hè? Kan ook. Ja, ja. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dan, nog steeds dat deugdelijk, en dat is inderdaad een oude koe uit de sloot. Het OM heeft in het requisitoor bevestigd dat er 4 criteria zijn. En het eerste criterium is volgens Nederlands recht, het oproepen tot enig strafbaar feit volgens het Nederlands recht. Maar dan moet je dat wel kunnen toetsen. Als je dan zegt, ja ongeveer daar in het strafboek, dan kan ik niet toetsen. Dus er moet gewoon bij staan 162 of 161. Dat is niet zo hoor, volgens de jurisprudentie. Dat is niet zo. Ja, maar dan kan je dus niet toetsen. Nou ja, dat zegt u. Maar de jurisprudentie zegt dat niet zo heel concreet hoeft. Daar ja, kan ik nou, niks dan doen. Misschien gaan wij er anders over denken. Kan ook nog. Dan hoop ik dat deze zaak de jurisprudentie weer corrigeert. Ja, dat kan. Het zal niet de eerste keer zijn. Ja. Dus ik blijf erbij dat er een aantal verzoeken liggen. Dat wordt ook nog door het OM aangehaald dat er antwoord is gegeven op de verzoeken. Maar er is alleen op 20 juni is er antwoord gegeven op de verzoeken aangaande de stukken, het BOP-dossier, het getuigenhoren en de onderzoeksvragen. En daarna zijn de vragen doorgeschoven. En wat ik heb begrepen van de brief van de griffier, is dat de bedoeling is dat bij het vonnis wordt beantwoord. Ja, en ik denk dat er te veel ligt om het op die manier op te lossen. Dus ik sta er echt op dat we het stap voor stap doen. Eerst een beslissing over die ontvankelijkheid. Als er niet tot niet ontvankelijkheid wordt overgegaan, dan de beslissing over de getuigen en de stukken en het toevoegen van het BOP-dossier. Super zoek. Ja. Ja, ik wil toch nog even kort ingaan op die getuigen. Want vanuit het Openbaar Ministerie wordt verzocht om die getuigen gewoon af te wijzen. Maar het gaat hier om hele essentiële getuigen. Hè, want nu juist is er via die WOP-stukken bekend geworden de rol van de NCTV. En het gaat hier om nogal gevoelige en belangrijke informatie. Die kan niet buiten dit proces blijven. Anders is er strijd met artikel 6 EVRM, hoor en wederhoor. En Nederland is al op de vingers getikt met het Keskin-arrest. En ja, in deze zaak gaat het ook zeker fout in hoge beroep als hier deze getuigen niet gehoord worden. Dus ik verzoek toch een datum te plannen om deze getuigen te horen. Ja, en het is natuurlijk jammer dat het allemaal niet zo vlotjes loopt. Maar het is ook een hele politieke zaak. En dan krijg je dat dit soort processen... Ik vind het heel vlotjes gaan eigenlijk. Wat zegt u? Ik vind het heel vlotjes gaan. Ja? Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dat was het. Ja. Dank u wel.
Dan gaan we het zo doen. U krijgt het laatste woord nu. En dan zullen we daarna de beslissing nemen of wij de verzoeken die u heeft neergelegd, die u al had neergelegd, moet ik eigenlijk zeggen, of we die eerst gaan beantwoorden, of we een volgorde voor kiezen, of dat we dat bij Vonnis doen. Dan zullen we zo meteen met elkaar over gaan spreken. Maar eerst de gelegenheid aan u om weer het laatste woord te voeren. Dat moet, omdat artikel 311 van het wet voor strafvordering dat zegt. En daarom krijgt u het ook. Ja. Maar gelijk met mij het advies om dat een beetje kort te houden, want u heeft het eigenlijk al gedaan. Precies, ik heb niet een extra laatste woord voorbereid, dus nee. ik verwijs mensen terug naar mijn vorige laatste woord. Ik blijf er ook bij staan. Ik denk dat het een hele duidelijke oproep was aan de rechtbank. Ja, het is al genoeg gegaan, denk ik, over de politieke vervolging. Ik heb eerder ook aangegeven dat ik hier niet alleen voor mezelf sta, maar voor een hele grote groep mensen. En ik zou het nog abstracter kunnen trekken voor de vrijheid van meningsuiting. Dus ik hoop dat deze zaak in ieder geval iets teweeg brengt in het op gang brengen van het debat dat heel hard nodig is na de crisis waar we de laatste 3 jaar in hebben gezeten. Dank u wel, dan trekken we ons terug en wij zijn rond 2:15 hier weer terug. Tot zo. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Every nation in every region now has a decision to make. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming. Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Lekker
zitten met je kop in het zand. Nederland, oh Nederland, zo hypocriet en egoïstisch, maar we komt elegant. Nederland, oh Nederland, blijf maar consumeren met een gat in je hand. Nederland, oh Nederland, geen schip per zee zo onbemand. Dank u, lieve media. Dank u voor uw aandacht en uw tijd. Al is het hier op aarde soms al afgunst, haat en strijd. De wereld is zo mooi, zo prachtig, schoon en puur. Het geluk ligt voor je voeten en is helemaal niet. Dank u, lieve media, dat u de mensheid dient. En dat we kunnen zeggen, u bent onze beste vriend. Corruptie bij de macht wordt genadeloos getoond, omdat in ieder journalistenhart de eerlijkheid echt loont. Dank u, lieve media, voor uw zorgen voor de mens. En dat een mooie samenleving is, toch echt uw diepste wens, met koppen van verbroedering en liefde hand in hand, verenigende kracht van het mooie Nederland. Dit is Niels Fris, Niels Fris. Het virus komt op en eruit tot slap, dood en verderf in ziekenhuizen. Lijkenzakken zijn in uit te slepen. Het ORT komt met nieuwe modellen, regering neemt advies van ORT over. Draag aan opkapjes. War on terror, read my lips. Yes, we can. Bomb held out of here. Maar had u lieve media voor uw afdeling zijn? Wat is het hier op aarde ook veel afgunst, haat en strijd? De wereld is zo mooi, zo prachtig, schoon en puur. Het geluk ligt voor je voeten en is helemaal niet duur. Oh, dank u, lieve media, dat u de mensheid dient. En dat we kunnen zeggen, u bent onze beste vriend. Corruptie bij de macht wordt genadeloos gedood, omdat u de journalisten hart de eerlijkheid en bloed. Dank u lieve media voor de zorgen voor de mens. Een mooie samenleving is toch echt uw liefste wens. Met de koppen van verbroedering en liefde in uw kracht. Verenigen de krachten van ons mooie Want een open samenleving is toch altijd onze plek. Oh, lieve media, namens de burgerman. Laat ons zien hoe men naar zo'n kant leven kan. Want die vermijdt polariteit en hoort het andere geluid. Overstijgen, overstijgen naar waarschijnlijk te weten aan klimaatverandering.
economie lam. Nederland levert raketten aan Zelensky. Het hele parlement heeft een minuut staande ovatie voor deze nieuwe running hood. Oekraïense soldaten het Pippi. Ook al zien we de dingen verschillend, hebben we allebei wel gelijk. Als we verder willen, als ik gewoon van jouw kant bekijk. Als ik daar zie wat jij ziet, respect is waar het begint. Als we dat kunnen houden, wat sterker is wind. En hebben we toch eens ruzie, staan allebei op het punt dat niemand meer gelijk krijgt. Vertel ik je dan de waarheid? En als je daar ziet wat ik zie, als vriendschap verder ging, als we dat kunnen houden, wat sterker is wind. Zelfs als het oorlog wordt, dat je belt, daarvoor is het nooit te laat. Als we weer helemaal van voren af aan onze kinderen doen groene jassen aan. Als we allemaal verliezen, wie dan de moed kan vinden. Dat is een held. Maar we trokken nieuwe grenzen, grenzen van woord en van steen. En niemand die meer zou verliezen, niemand wist meer waarheen. Er was niets meer om te zeggen, iedereen was alleen. Van stilte kwam een storm, die nam alles met zich mee. Zelfs nu die oorlog komt, dat je telt, is alles toch nog eens mislukt. Als we weer allemaal aan het vechten gaan, onze kinderen niet meer naar huis teruggaan. Als we allemaal verliezen, wie dan de moed kan vinden. Gewoon belt, dat is een held. We zouden bellen als die oorlog was gekomen. Nou, hij is in onze straat. En nu meer dan tijd geschreven staat, heb ik die telefoon nog. En van liefde, het begin. Het is een klein ding dat van oorlog wint. Geen kogel kwam er aan te pas, de sirene bleef stil. Geen bukraket, geen Russisch gas, het was gewoon uit vrije wil. Geen moord, geen brand, geen noodtoestand, het gebeurde in de nacht. Maar toen ik één keer wakker werd, geen terrorist, geen aanslag, maar geen vliegtuig in de lucht. Geen oorlog, zelfs geen dreiging, maar niemand mocht terug. In je eentje ben je dood gegaan, met niemand op bezoek. Maar toen ik één keer wakker werd, geen politieman en geen soldaat, het was doodstil op straat. Net als nieuwjaarsdag in de morgen, het was doodstil op straat. De kapper en de hoer waren verboden, de tandarts en de school en het café. Het openbaar vervoer niet meer genomen, je kon nergens meer komen, alleen nog je dromen. Maar toen ik één keer wakker werd, in de verte hoor je mensen zingen. Er is
iemand die als eerste zijn masker achterlaat. Er is iemand die als eerste een arm om je heen slaat. In de verte hoor je mensen zingen. Het was doodstil op straat. 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 Onder Groningen beeft, waar ons huis hier stevig stond. Ze namen het gas van onder ons mee. Nu is het koud en onze huizen zinken met de grond. Op de deur van de politiek. Knock, knock, knock on politicians' door. Kloppen op de deur van politiek. Knock, knock, knock on politicians' door.
klop op de deur van politiek. Want de grond onder Groningen is ziek. Mama, a disaster is coming. Hangt in de lucht van winst uit Gronings bloed betaald. Gescheurde muur tegen mijn rug. Wat werd beloofd, moet betaald. Op de deur van politiek. Knock, knock, knock aan politician's door. Kloppen op de deur van de politiek. Knock, knock, knock aan politician's door. Klop op de deur van politiek. Want het is niet Groningen, maar de grond onder Nederland is ziek. Onze aard om te klagen. But please understand the situation is getting out of hand. Ah, je kan dit niet vertragen. Knock, knock, knock on politician's door. Kloppen op de deur van politiek. Knock, knock, knock on politician's door. Kloppen op de deur van de politiek. Knock, knock, knock on politician's door. Klop op de deur van politiek. Want de grond onder Nederland is ziek. Klop op de deur van politiek. Kloppen op de deur van de politiek. Kloppen op de deur van politiek. Want de grond onder Groningen en Nederland. Volledig door, we gaan eraan, dat is wat ik hoor. Maar de waarheid werd nog nooit heel groot geschreven. Ons wereldbeeld, wat is het nou? Verberg illusies, zeg eens gauw. Heb jij echt al je bronnen uitgeblozen? Wat is er zeker, wat is waar? Vertrouw alleen op mijn gitaar. Die brengt me op de plek waar ik wil wezen. Tijd, wat gaan we doen? Gaat het nog even om de voet? Of zullen we nu eindelijk gaan leven? Wat er gebeurt, kan ik niet duiden. Maar ik hoor veel klokken luiden. En het luiden van die klokken geeft mij hoop. Ik geloof in goede mensen, goede krachten, goede mensen. Ik geloof dat liefde alles overwint. Maar de thuis, je zit gekluisterd aan de buis, door alleen maar vreselijke verhalen. Maar is het wel realiteit, waarvoor jij zeven kleuren schijnt, waarvoor jij met je vrijheid wil betalen? En wat er gebeurt kan ik niet duiden, maar ik hoor veel klokken luiden, en het luiden van die klokken geeft mij hoop. Ik geloof in goede mensen, dat liefde alles overwint. Een nieuwe tijd, hoe je het keert. Maar hebben wij wel iets geleerd? Wat er gebeurt, kan ik niet duiden.
dankjewel. Ja, dankjewel. Ik ben van mijn zorg verzekerd, als geen ander ben ik bezorgd. Ben zelfs verzekerd voor mijn leven, en ook de verzekeraar is goed verzorgd. Wat in het basispakket wordt geleverd, wordt door de overheid bepaald. Maar zo ben je ervan verzekerd, dat je je risico zelf betaalt. In de zorg als verdienmodel met mooie marges op de plus. Je polis afgesloten door zo'n gladjanus van zo'n zorgbedrijf, waarvan je weet dat hij het doet voor het verdienmodel met mooie marges op de plus. De verzekering is ontzorgd en nu wil ik mijn zorg terug. Voor wie niets te verbergen heeft, is er ook niks aan de hand. Want wie mooi zijn eigen stoepje veegt, die komt niet in de krant. Maar heb je snode plannen tegen onze veiligheid, word je in het sleepnet opgeslagen samen met jou en mij. Dan zit je net lekker te chatten, ga je verder in DM. Want wat je nu wil zeggen, is alleen voor haar bestemd. Of hem. Al die zachtgesproken woorden die je toen tegen me zei, of hij, samen in het sleepnet met de overheid erbij. 'S Avonds laat op de redactie kwam een anoniem bericht. Daar was een fotorolletje gevonden, na 20 jaar terecht. Lag bij het bonnetje van Teven en bij wat Halbe Zijlstra zei. En die memo's over dividendbelasting van Mark Rutte, die lagen daar ook nog bij. En als je als journalist dat te horen krijgt, is ook je bron er gloeiend bij. Wat tussen jou is en je arts, het medisch beroepsgeheim. Met z'n allen in het sleepnet is ook die data erbij. Je pacemaker bij je koelkast en je slimme thermostaat. Samen opgeslagen op de servers van de staat. Je gezichtsuitdrukking, je vingerafdruk en je DNA-profiel delen we met het buitenland als de minister het wil. En wat je daar bewaart, dat gaat dus nooit meer weg. Iedereen in de database, iedereen is wel eens slecht. Voor wie niets te verbergen heeft, is er dus toch iets aan de hand. Het is de staat die alle stenen... Goed, welkom allemaal weer. De beslissingen van de rechtbank. Eerst even over de ingediende, door u ingediende stukken, meneer Engel. Wij zullen het relevantiecriterium daarbij toepassen. Dus wij kijken, zijn die stukken nou relevant voor wat we, de vragen die we moeten beantwoorden, de vragen van 3850, allerlei vragen, 8 stuks. En wij vinden dat die stukken stuk voor stuk, de een wat meer dan de ander, relevant zijn voor die vragen. Dus we zullen ze toevoegen aan het dossier. Dan zullen we het onderzoek op de terechtzitting sluiten. Wij zullen de verzoeken die u heeft gedaan, verzoeken tot het toevoegen van nog ontbrekende stukken, het horen van getuigen, de ontvankelijkheid van het OM, belangrijk punt voor u, en die zullen we beslissen bij vonnis. Want wij vinden dat die samenhangen, die punten, en eigenlijk niet één voor één kunnen worden beantwoord, en ze kunnen ook niet los van elkaar worden gezien. En op deze verzoek zal daarom, zoals we steeds hebben gezegd, worden beslist bij vonnis op 16 januari om 1 uur 's middags.
Dat is volgende week om 1 uur in één van de zalen van deze rechtbank. Weet je wel welke? 35 waarschijnlijk. In die andere zaal. Er was nog één verzoek. Het verschoningsverzoek. We kunnen geen verzoeken meer behandelen. We hebben gezegd wat we hebben gezegd. Het onderzoek is gesloten. Ja. Ja, ik vind het heel vervelend, maar dan zie ik mij genoodzaakt te wraken. Ja. En waarom? Ja, ik zal gelijk de... En u keek naar meneer Pols ook nog, hè? Ja. Ja. Ja, we hadden natuurlijk al een beetje gekeken van wat wordt er wel ingewilligd en wat wordt er niet ingewilligd. En dat zie ik ook... Maar waarom even? Ja. Ja. De politieke inmenging staat vast en dat geeft dus blijk van bevooroordeeldheid. Het Keskens-arrest, er wordt inbreuk gemaakt op mijn rechten. Waarom? Waarom wil u ons vragen? Niet een hele opsomming van dingen die u al heeft gezegd, maar waarom vraagt u ons? Ja. Waarom? Omdat ik denk dat deze rechtbank niet een onafhankelijk oordeel kan vellen. Waarom niet? Dat ben ik nu aan het toelichten. Nou nee, gewoon de gronden waarom u vraagt. U vraagt nu, want? Zeg u er dan. Ja. U noemt alle punten die u heeft gemaakt, prima. Maar waarom vraagt u ons, nu? Dat ben ik nu aan het toelichten. Nou, gaat u verder dan. Kort. Ja, ik snap dat u het vervelend vindt. Maar ik vind het heel vervelend, klopt. Zal ik eerlijk in zijn? Ja, en ik vind het ook heel vervelend. Want ik vind u een hele fijne rechter. U heeft me heel veel ruimte gegeven. Maar ik snap niet dat er niet wordt ingegaan op de verzoeken die ik heb gedaan. We hebben gezegd dat we erop ingaan bij vonnis. Ja, maar daarmee... Oké, wat is dan de wraakingsgrond? Daarmee komt er een voorondersteld bevooroordeeld... Of bevooroordeeldheid uit. U heeft gezegd van we moeten vandaag verder. De griffier heeft het al eerder gehad over de 16e wordt de beslissing genomen. Het lijkt wel alsof die 16e januari nu een heilige dag is geworden. En dat er daar per se een vonnis moet worden gevuld. Het lijkt erop dat de 16e januari een heilige dag is geworden. De eerste vraag is goed. De volgende. Nee. Mijn rechten, en dat is dus artikel 6 EVRM, het Keskens-arrest, het Bob-dossier, het dossier dat niet compleet is, de onbehoorlijke dagvaarding. En u gaat er allemaal, en niet alleen u, hè, ik wil het niet persoonlijk maken, maar de rechtbank gaat hier overheen. De speciale behandeling van Dikkeboom. Ik zie dat er een hele vleugel wordt vrijgehouden voor iemand die duidelijk mijn belager is. Ik heb daar een WOP-verzoek naar gedaan, naar de rechtbank. Ik zie dat er intensief contact is met de rechtbank en dat die met alle egards wordt behandeld. En iedereen verdient alle egards, laat dat voorop staan. Maar ik vind het een hele vreemde gang van zaken. De vorige keer is er duidelijk een dreigement geuit. Niet direct, maar in reproductie. Dus dat is een wraakingsgrond, die vooringenomenheid. Van de medewerkers van de rechtbank? Ja. En ook uw tweets, ik heb u beide de kans gegeven om te verschonen. En u heeft een vonnis geveld over een coronadossier waar wij heel hard tegen vechten. En u heeft er eigenlijk niks over willen zeggen. En dat geeft mij ook het gevoel dat dit bevooroordeeld is. Het is voor mij onbestaanbaar dat het OM misdrijf, mag ik wel zeggen, op misdrijf pleegt. En dat het allemaal maar mag gebeuren. Ik heb aangiftes gedaan. Ik heb nu denk ik al de 5e aangifte gedaan. Die heb ik aan u overgedragen. En het doet er kennelijk niet toe. U zegt ook steeds kennelijk. Dat vind ik wel te waarderen nog. U twijfelt zelf ook aan uw wraakingsverzoek, of niet? Ik wil het absoluut niet doen. Nee. Ja, en misschien moet ik het eerst met mijn vaste advocaat bespreken. Maar ik heb gehoord dat het direct moet en dat ik alle gronden moet aangeven. Nou, die directheid het moet snel, maar niet direct zoals u nu bedoelt. Maar u mag er wel over overleggen, u hoeft er voor mij ook niet over te overleggen. We zullen de vraagkamer bij elkaar roepen en dan gaan ze in orde geven. Maar u merkt aan mijn reactie, ik vind het echt jammer. Ik vind het echt jammer. Ja, dat snap ik. En ik vind het ook jammer. Ik waardeer u als rechter. Dat hoeft niet. Maar het is ja, maar dat is wel zo. Ja. En ik weet niet in hoeverre u onder druk staat om
per se op de 16e te oordelen, maar alles wijst erop dat er per se een vonnis moet komen op de 16e. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar wil je wel een vonnis volgend jaar, januari? Nee, ik wil dat de politieke inmenging wordt onderzocht. Die staat nu vast. Het is een politiek proces. Maar dat hebben we u geeft ons eerst de gelegenheid om dat te zeggen. Geef dat oordeel. Nee, u vraagt al voordat we dat oordeel kunnen geven. Maar de verzoeken waren duidelijk. Van of niet ontvankelijk. Wat we al 5 keer hebben verzocht. Of de getuigen horen. En hoezo kan daar niet vandaag op worden beslist? Hebben we net gezegd dat we dat niet gaan doen. En waarom? Ja, waarom? We hebben het grondig genoteerd. We zien u in de vraagjeskamer. Oké. Bedankt voor de komst. Bedankt voor de komst. Nou, klaar. En u ook. Dat wordt ja al juist. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. In every region, now has a decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming. Wat dacht je, alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.